Goedemorgen. Daar is mevrouw Korneef, woonachtig in flatgebouw De Vuut in Onselesdijk. Vanaf donderdag 1 april betaalt zij de huur aan Wonen Wateringen. De corporatie heeft een attentie voor de nieuwe huurders. Goedemorgen mevrouw Korneef. Wat fijn dat ik u een welgemeend welkom mag aanbieden namens Wonen Wateringen. Helaas kunnen we niet met iedereen persoonlijk contact maken. Zeg maar. Nee, we kunnen niet zoenen. Dat inderdaad. Maar ik bied u eigenlijk een mooi kopje koffie aan op afstand. Welkom als huurder bij Wonen Wateringen. U bent een van de 550 huurders van voormalig Vestia. En wij hopen dat u in de toekomst met veel plezier ook bij ons zult huren. Voor oud-huurders van Vestia zal er in het begin niet zo heel veel veranderen. Wonen Wateringen krijgt er in één keer 30% meer huurders bij. Dat zijn 550 huurders. En als het aan mevrouw Korneef ligt, gaat de entree van De Vuut zo snel mogelijk op de schop. Maar ik vind dit vind ik een beetje armoedig, zeg maar. Ja, dat zeg ik gewoon eerlijk. En dat kan eigenlijk wel opgeknapt worden door Wateringen Wonen. Wij zijn als Wonen Wateringen nu zo'n 2700 sociale huurwoningen groot. En dan hebben we nog wat andere, wat dat heet verhuureenheden. En dan komen we bij elkaar zo op zo'n ruime 2800 VAE heet dat. Nou, en dat doen we nu, of straks. We zijn nu ook bezig om wat mensen aan te trekken, want we zijn nu groter geworden. En met zo'n 25 collega's proberen we dadelijk inderdaad het iedereen op een goede manier te helpen. En dan dat welkomstpakket voor mevrouw Korneef en de andere nieuwe huurders. Wat zit daar nou eigenlijk in? Dat schijnt dus een koffiepakket te zijn. Ja, wij dachten dat er een vaaldoek in zat, maar het is een koffiepakket. Ja, hartstikke leuk toch? Tot kijken, bedankt!